Waarna, hoe kijk je terug op je debuut? Fijn dat ik na zo lange tijd weer een wedstrijd kan spelen. Alleen, wel vrij kansloos verloren eigenlijk tegen een gewoon hele goede ploeg. Hoe was het voor jou om weer op het veld te staan? Fijn, prettig. Dit zijn toch wel de wedstrijden waar je het voor doet. Dit podium, daar wil je gewoon graag op spelen. En, nou ja, vandaag was ik er weer na lange tijd. En dat voelt gewoon heel erg goed en smaakt ook heel erg naar meer. Is het dan ook nog een moment waarbij je dan denkt dat je misschien nog wat angstig bent met bepaalde situaties? Of heb je daar helemaal geen last van? Nee, want ik heb deze situaties zoals vandaag heb ik al een keertje of 1000 gehad. Al in de hele voorbereiding om weer fit te zijn. En dan denk je daar niet meer aan. En ik moet zeggen dat ik ervan heb kunnen genieten vandaag dat ik er weer stond. Nu kan ik me ook voorstellen, je bent natuurlijk gedreven om jezelf weer te laten zien. Dat ging volgens mij ook best aardig, ondanks dat je met 2-0 verliest. Was jij, naar mijn bescheiden mening, toch wel een van de beste spelers aan de kant van Excelsior? Nou, dankjewel. Maar gedreven om mezelf te laten zien, dat niet echt. Maar wel gedreven om het team te helpen. Je weet vooraf dat je hier naartoe komt en dat het een hele moeilijke avond wordt. Vorig jaar hebben de jongens laten zien dat een stuntje wel mogelijk is. Nou ja, zolang het 1-0 blijft, dan blijf je toch hoop houden. Maar zoals ik net al zei, we hebben gewoon tegen hele sterke ploeg gevoetbald vandaag. En ik denk dat ze ook gewoon terecht hebben gewonnen. Wat maakte het verschil? Kwaliteit van de spelers. Ik denk als je die tweede goal ziet, die paas en die aanname ook. Ja, het was hoog niveau. Jullie waren met een hoekschop bezig en dat ging toen heel snel. Guardado, lange bal naar Prupper. En voor het wissel lag die bij jou erachter. Ja, klopt. En dat is wel balen, maar het belangrijkste is dat we nu gewoon lekker gaan focussen op volgende week. Belangrijke wedstrijd voor ons. Dit zijn natuurlijk wel wedstrijden waarin je hoopt een puntje te pakken. Maar ik denk niet dat we het van deze wedstrijden moeten hebben, maar wel tegen die directe concurrenten. Dat is volgende week een goede wedstrijd. Ja, dit zouden bonuspunten zijn als dat zou gebeuren. Nu de blik op volgende week, daar moet het gebeuren. Ja, precies. Succes. Top, dank je wel.